voetvergunning. Dat is zwaar. Nee, geen centje pijn. It's a tool. Ooh. Ooh. Like so. On a killing spree. Now, Mooi. Okay. Find a spot. In them? Yeah. Any place will do. Dig for a car. Nice. Yeah. Postbank again. I revisit. Too good to be true. Stealthy. New shiny. Spring has sprung. Sprung? Sprung. Cheers, mate. Yeah, prost. Lekker, lekker. Flung. Nou, dat doen ze expres en dan komen ze in het donker. Dan komen ze in het donker en dan kunnen we niks filmen. Dat doen ze altijd. Ik kan niks vinden. Mooi. De snurren. De snurren. En het is wel grappig, want op het Zwarte Meer hebben ze nu eilandjes aangelegd. Nee. En een van die eilandjes, nee, dat is een inschrijving geweest in het dorp daar, hoe moeten we dat eilandje noemen? Ja. En een van die mannen die zei, dat gaan we de snurren noemen, want het is een of ander watvogeltje daar. Een of andere plevier, die noemen ze in het Overijsselse, of is het Overijssel, ja toch? Ja. Ja, noemen ze dan de snurren en omdat hij de veldwachter was, had iemand dat bedacht. Dat is het geworden. Oké, grappig. Alleen nu wil ik dus een keer op dat eilandje. Bivakeren. En eigenlijk zo dat die kerel met pak die daar nu rondloopt. En dan kan jij uitleggen dat dat hij gewoon weg moet gaan. Want... Ja, het is jouw eiland. Anders draait mijn opa zich gewoon om in in zijn graf. Ja. Visarend. Ja, daarom mocht ik er niet komen. Nee. Of dan wil hij gewoon behoeden voor een boete van die anderen. Want... Heb je aansteken bij de hand gehad? Sure. Yu-Gi-Oh! Vorige keer geprobeerd in een roestvrijstalen pannetje. Dat was, dat was geen succes. Oh, nee, wat hoor ik nou? Klinkhamer. Oh, hemels. Jeetje hoor, dat is echt gewoon super. Nee, joh. Dat heb ik nog vroeger nooit geleden. Hap! Nice. Dat is wel jammer. Dit is een mooie tarpe kanaal, vind ik dat ze doen. Fantastisch.
campfire wil doen. Ik kan beter een tent komen. Ja, ik heb wel met winderig weer wel. Eigenlijk zeker. Ja, op zich, ja. Ja. Alleen eigenlijk zijn gewoon drie keer drie en dan van dat mooie stofje, weet je. Dat is ook een perfecte kleur. Het is echt duur hoor, van dat bedrijf. Ja, ik wil maken van die Realtree camo. Dat is mooi, hè, Realtree. Valt helemaal niet op. Gearhor. 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 Oké, hi. De ploegpunt. Shit. Ik heb hem ook gehad. Oh, precies die. Heb ik mijn paraplu mogen halen? Follow. Follow the leader. Follow Sam. Morgen. Morgen. God morgen. Gevonden! Stront water. Ja, dus, het is wel genoeg, maar. Genoeg om er ziek van te worden. Zoom helemaal ruk, maar je kan wel mooi kieken, hè? Ik snap niet waarom het niet is. De peppers. Hij wordt rustig als je achter op de zak krabbelt. Wetter. Nou, slobber hier, joh. Kijk hoeveel ik daar soort bezig voor dat schoon wordt. Maar als het in de voer ligt, dan staat het gewoon op. Gaan we niet weer filteren lopen filmen, daar hou ik niet van. 25.000 gigabyte sojafilters. Ja, en? Fucking boring. Wij reviewen niet iets, pannenkoek. I saw een oude azijnzeiker. Stratus kikkerbraaksel. Dank je, leuk. Nice new spot. Hoe heet zo'n ding dan? Dit is geen normale bivy. Een zak, bivakzak. Dan een hele grote. Het is echt een hele grote. Ja, 2 persoons. Voor mij en mijn zoontje. Oh, oké. Alleen ik heb hem gekocht als experiment. Want je kan deze aan de achterkant, er zit een rits. En ik zat te denken, als ik hier nou een soort ring maak, ja. Aan deze kant, dat ik met mijn hangmat kan ik zeg maar erin liggen. Want het is allemaal breed genoeg om schuin te liggen. Een soort bivakzak om de hangmat heen.
Ja, precies. Dus neem je gewoon je, ja. En dan neem je isolatiematje mee in je hangmat en deze eromheen. Ja. De ellende, dat je soms wil hangen en soms wil liggen. Ja, precies. Ik zat te denken van ja, als het nou gewoon het is sowieso leuk voor met mijn zoontje. We hebben ze twee in. Ja. En dan stik je niet. Nee, dat valt wel mee. Ja, tenminste, ik heb het één keer geprobeerd, maar ik heb het net, hè. En het ademt ook nog een beetje. Ja, ik had verwacht dat het zou condenseren, maar ik had gisteren echt helemaal geen condensatie. Dat heb ik geprobeerd. Dag Imin. Nou, koek maar. Ja, dat is een beetje de heilige graal qua zitten, vind ik. Dit is de heilige graal qua lounger. Oh, good life. Dan moet je een heel klein quiltje maken eigenlijk voor de ronde. Ja, hè? Vind ik ook. Ah, ik roer, als ik mijn 3/4 thermarest matje heb, die past er perfect in. Oké. Okay. Dus die leg ik er dan in. Dat ook krijg je toch koude bips, ja, denk ik. Zeker. Nee, lukt niet. Maar dan hang ik achterover. Ik kan mijn ticket to the moon is groter, denk ik, dan hoe kan jij nou zo zitten dan? Ik dacht eerst, ik flikker achterover, maar als ik nu ga hangen, dan blijf ik gewoon zitten. Hoe oud ben je? 41. Noem me je, dat is hetzelfde als mij. Zou het moeten kunnen. Ik zou het ook al moeten kunnen. Ik verbijt mijn pijn even, ik doe heel nonchalant kijken. Ik zit ontzettend lekker. Oh, ik gooi even beschuldigingen op los. Dank je. Die moet je niet aansteken. Wat niet? Nee, ja, wacht er gewoon. Te veel, te weinig. Maar komt dat wel goed, ja? Aha. Nee. Happy? Joy, joy. Happy, joy. Nou, ik schenk wel even een biertje in dan. Ik ook. Zal ik die perlenbaggen door de midden breken? Die kanon doet het laatste, ja, toch? Ja, is goed. At that time again. Koffie zetten? Ja, gaan we doen. Dat is één. En dat is die andere. En hier zit er nog een. Wow. En die is interessant natuurlijk. I need cappuccino. Forma bonhoor. Oh kak. Doe je? Ja, sorry, er zat nog flits op. The fuck, waarom is de moon in één keer gone? Oh, daar is hij. De takken. Toppie. Iedereen lekker aan het vreubelen. Is het nou blackened? Blackened all the way through.
komt uit die heksenpoel, die heksenkots. Ja, oh, vandaar. Oh, fuck. Hou ze op. Team Grollo is off. In style. Panorama daarvan. Goed. Door tussen de boeken.